Goedenavond. Iedereen hartelijk welkom hier op onze, zeg maar, traditionele jaarlijkse prijsuitreiking. Toch al, dacht ik, voor de 8e keer gebeurt nu. We heten iedereen welkom. En ook welkom aan Brabant 10. De tegenhanger van Omroep Brabant, die heel vaak in het oosten van Brabant bezig is, vinden wij. Toen zei Brabant 10, wij gaan dat in het westen van Brabant doen. Morgenavond om 7 uur bij het nieuws kijken, dan staan wij erop. Toen de prijzen werden bekendgemaakt door een van mijn favoriete dames op tv, Anita Witsier, waren wij eigenlijk iets te gauw aan de beurt, vonden wij. Maar we kregen toen wel de tweede prijs, deze cheque, 25.000 euro. En toen kreeg Seelen de eerste prijs. Die kregen 50.000 euro. Dus ik zat al te springen, maar in de hoek van de Roperun hadden ze helemaal door dat wij zaten te springen, want ze hadden het precies zo gepland. En ze hebben pas op laatst gezegd van dat ook de winnaars van de eerste drie cheques ook die 50.000 euro nog kregen. En de zenuwachtigheid, vooral bij Ossendrecht, hadden hun wel bespeurd. Dat wil zeggen dat we 75.000 euro moeten verdelen. En dat is niet makkelijk. De club die naar voren mag komen is Stichting Welzijn. 5.000 euro. 5.000 euro. Heel hartelijke dank. En de vrienden van Liebersberg krijgen deze cheque. Ziekenhuis Roosendaal, die vorig jaar voor het eerst van ons een donatie heeft gekregen. En die daar verschillende dingen mee hebben gedaan. En die wij, vooral gezien het regionale aspect, ook weer in ons straatje hebben opgenomen. APPLAUS. Dit is een nieuwkomer. Het opkikkertje. APPLAUS. Inloophuis Het Getij. Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal-Bergen-op-Zoom. Tante Louise Vivensis.